Eindhoven heeft een fris nieuw college van burgemeester en wethouders. Dinsdagavond werden ze officieel geïnstalleerd. Voor een stad als Eindhoven waren 4 wethouders, zoals in de vorige periode, echt te weinig. Dus de stad heeft er nu 6. 2 van de VVD, 2 van de PvdA, 1 van GroenLinks en een D66er. De burgemeester is in ieder geval zeer te spreken over zijn nieuwe groepje. Ja, we hebben 6 leuke nieuwe wethouders. Ik heb ze afgelopen week natuurlijk al mogen leren kennen. Allemaal stuk voor stuk heel enthousiast. Willen met heel veel energie zich inzetten voor de stad. En daar mogen we heel tevreden over zijn. De nieuwe wethouders hebben er duidelijk zin in. Ik ben wethouder van Eindhoven. En dat betekent dat ik mij nu al een beetje Eindhovenaar voel. En ook heel veel wil betekenen voor Eindhoven. Nou, hier staat een gedreven wethouder die er heel veel zin in heeft om haar kennis en kunde in dienst te stellen van deze stad en van de inwoners van deze stad. Ik ben hier geboren en opgegroeid, zeg maar. En ik vind het een mooie stad. Ik ga voor Eindhoven 2 dingen betekenen. Ten eerste dat het geld wat de burgers opbrengen, dat het zo besteed wordt dat het bij de mensen terechtkomt die het hardst nodig hebben. En bij de instellingen die goede dingen voor de stad doen. En het tweede dat ik voor de stad ga betekenen, is dat de dienstverlening nog beter wordt. Nou, van kroegbaas tot wethouder, hoe voelt het? Ja, van schijkende student naar kroegbaas naar wethouder. Nee, het voelt geweldig. Ik heb er enorm veel zin in, het weet heel anders. Maar goed, dat doe ik mijn hele leven al, iets anders. Ik vind het erg leuk om elke keer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dus ik ben er klaar voor. De wethouders gaan aan de slag. Eindhoven is er klaar voor.